Okay, I've been working like three jobs. Probably why I never see ya. Probably why I never have time for the fake friends. I won't be ya. Oh God, I've been running now. Up early when the sun is out. Not selling out my own soul, but those real ones, they coming out. Oh look who's reaching out. Old friends wanna feature now. They don't work, so they need it free. Ooh, you reaching out from the west side of that old town, but there's no show. Still I go down to the open mic, show love to the real ones. Ik wil dat mijn publiek intrinsiek gemotiveerd is om te luisteren naar wat ik te vertellen heb. Of dat nou rap is, of dat nou een speech is, een motivational speech, of als docent. Dat maakt niet uit, maar dat ze naar mij luisteren en dat ze denken van, dit wil ik horen. Huh. Welcome to Forever, man. Let's go. 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 It's forever. No surrender. No surrender. Yeah. You know that this right here forever. Mijn motivatie, dat was eigenlijk een echte intrinsieke impuls. Ik kom zelf uit een klein dorpje, dus uit de omgeving van Zwolle. Ik had zelf heel veel affiniteit met urban, maar de plek waar ik vandaan kwam, daar was dat eigenlijk helemaal niet zo. Daar was eigenlijk niet echt iets voor. En nu woon ik inmiddels een aantal jaar in Amersfoort en wou ik gewoon dat er zoiets ook in Amersfoort zou zijn. Ook gewoon omdat ik weet en ik zie ze gewoon letterlijk en ik spreek ze ook, dat er zoveel jongeren zijn die diezelfde ambitie hebben. En daarvoor vind ik het gewoon zo super belangrijk dat zij ook plekken hebben waar zij kunnen aansluiten en ook met hun intrinsieke motivatie aan de slag kunnen. Ik denk dat het ook goed is om die met elkaar te verbinden. Zoals Koen ook zegt, om makers met elkaar te verbinden. Wat ik bijvoorbeeld zie in Amersfoort is dat echt fucking veel mensen zijn bezig met rap. Maar allemaal op eilandjes. Het viel mij op dat er wel enorm veel hiphop is in Amersfoort. Maar dat er nog niet heel veel trajecten waren als talentontwikkeling daarvoor. Dus dat kwam zo te sprake. Toen hebben we een grote aanvraag gedaan voor een subsidie. Die werd helaas afgewezen. En toen was ik zo'n soort van, shit, hoe kan zoiets nou worden afgewezen? Toen ben ik met heel veel mensen gaan praten. Verschillende instellingen, mensen die ook bezig zijn met deze urban art. En toen pas besefte ik me van, ja, het is eigenlijk superbelangrijk als we zoiets willen doen, dat we het draagvlak hebben. Dus dat we het gewoon met veel ambassadeurs gaan opzetten. Toen kregen we een hele mooie club bij elkaar met onder andere Social Dance, Darin, pianist en producer Norman zat daarbij, Youth 033 hebben we ook nog gesproken. En bij elkaar hadden we eigenlijk een club en toen kwam een soort van wens om met Amersfoort's Urban Talent een interdisciplinair traject op te zetten. En toen zijn we met de gemeente Amersfoort gaan praten en die vond dat eigenlijk een heel tof idee. En toen hadden we een go op het project. Maar toen begon het allemaal. Is there a heaven, there a hell? You know where I take it and you know I do it well. When I come through, better show up respect. I ain't want nothing but that motherfucking check. You can catch me at your door, you can catch me in your home. Oh, you're running late, just send the address to my phone. Copy, paste and go. Baby, don't be playing with me. I could come through and take off your shit. Het idee van Elevator was als volgt. Het moest een interdisciplinair project zijn. En we werkten nu met de discipline dans, theater en muziek. Die moesten iets met elkaar gaan maken uiteindelijk. Dat interdisciplinaire eindproject wat er zou komen. Maar je kan daar niet zomaar in één keer aan gaan starten. Dus we hebben 3/4 jaar hebben we elke discipline losgetrokken. Dus die gingen echt met hun eigen discipline, met coaches aan de slag. Zodat daar een soort groepsvorming ontstond en dat ze echt skills op hun discipline konden verwerven. In het begin was het een beetje van, waar gaat het een beetje heen? Maar het wordt steeds duidelijker. Ik vind het in ieder geval goed dat je gewoon 2 begeleiders uit het vak krijgt. Dat je niet zo, als in een buurt thuis hebt, ga maar wat doen en je wordt bij elkaar gezet. Ja, het is heel erg uitdagend. En ik denk dat dat het ook zo leuk maakt. En uiteindelijk hebben ze na de zomer hebben ze bij elkaar gebracht. Onder leiding van José Montoya, regisseur en urban theatermaker. En toen is het pas echt bij elkaar gekomen. Ik vind het een heel leuk concept en een leuk idee, want volgens mij wordt het ook gesubsidieerd door de gemeente of zo. Of in ieder geval, er is ergens subsidie. En het is gewoon, zeg maar, dat geeft ook mensen die misschien normaal er geen kans voor zouden hebben om er maar mee te doen, nu wel een kans. En je leert ook nieuwe mensen kennen en doordat zeg maar, daardoor de stap wat makkelijker is om mee te doen, kom je ook bij andere mensen terecht, waardoor je weer andere dingen leert.
kan niet zomaar een groep mensen bij elkaar brengen en dan verwachten dat ze tot een soort van eindproduct komen. Dat is onmogelijk. Als je het hebt over een soort van diverse en inclusieve samenstelling van de groep, dan was deze crew, die was dat echt wel. Volgens mij zijn we nu met z'n zessen, ja. Ik voel me wel gewoon op mijn gemak bij iedereen. Ook ja, de coaches. Ik zit met 3 hele goede vrienden van elkaar al, maar ze hebben er echt bij genomen. En ja, we zijn nu met z'n 4 gewoon goede vrienden. En het is echt heel gezellig altijd. Het is echt grappig. Ja, we zijn heel hecht. Dat merk je ook wel. Als voorbeeld, er zaten hele stoere gasten ook in het traject. Die gewoon echt stoere guys, die gewoon super urban, streetwise waren. Maar we hadden ook hele jonge deelnemers in de groep. En dat is best wel spannend als je die bij elkaar gaat brengen. Maar het was zo mooi om te zien dat die hele stoere gasten, die gingen zich helemaal ontfermen over de jongere deelnemers. Juist dat zo super verschillend was van elkaar, waren er ook de hele tijd een soort van ingevingen en reflecties naar elkaar van hé, maar ik doe het zo of nee, ik doe het zo. Dat was super mooi om te zien, vond ik. Kijk, we vertrouwen elkaar heel erg en ik denk dat je daardoor ook respect krijgt doordat je elkaar vertrouwt en dan kun je ook meer doen in improvisatie. En ik denk als je überhaupt al zo bent, dat je ook sneller groeit. Ja, we dansen ook met elkaar, dus dan respecteer je ook en dan moet je ook goed kijken naar elkaar van wat degene doet. Dus niet alleen aan jezelf denken, ook aan de ander. Als ik iemand zie die aan het dansen is en hij is echt lekker bezig, dan zeg ik wow man. En ik zie iets wat ik mooi vind dan maak ik gewoon geluid. Dan zeg ik wow, nice man. Dat helpt gewoon een beetje. Ik heb wel gemerkt dat dat wel energie geeft zelfs. Siske is een danser en een rapper en hij is echt geïnspireerd door old school Amerikaanse hip-hop. En dan hebben we Bosse, dat is de producer. En hij is origineel een gitarist. Hoe dat in die eindperformance zo samenkwam? Ja, ik weet niet, volgens mij is dat echt gewoon... Dat is echt bijzonder. Toen was het wel echt... Toen konden we echt oprecht met z'n allen zeggen, het is gelukt. Ja, we beginnen. Bosse die speelt wat in. Of hij doet wat op de keyboard of met de gitaar. En dan komt er een vibe en dan zeggen wij, ja, dit voelen we. En dan gaan wij opschrijven van wat wordt het onderwerp? Wat wordt het onderwerp van de tekst? En dan komen we zo wikken en wegend van, hé, dat is hard. En dan gaan we eigenlijk schrijven en dan gaat hij verder aan de beat bouwen. En dan hebben we eigenlijk aan het eind van de avond een concept. En dat moet allemaal opnieuw opgenomen en de flow zit er niet in, maar dan hebben we gewoon wat. Iedereen wil wat leren. Niemand is heel koppig of wil echt... Nee, het is ook wel gewoon met elkaar vooral. Dus de samenwerking is heel sterk eigenlijk. Sometimes I'm at the peak and other times I'm about to fall. Sometimes I gotta wonder what I'm doing here at all. Sometimes in my mind I just sit here and I'm guessing. How can I find the answers? I don't even got the questions. Sometimes I'm at the peak and other times I'm about to fall. Sometimes I gotta wonder what I'm doing here at all. Sometimes ik denk dat Daniel wel een inspiratiebron is. Ook omdat hij heel erg hard werkt en doorzet. En ik denk wel dat dat een inspiratiebron is, ja. Eigenlijk mijn fantasieën, mijn hoofd. Daniel, een docent van mij. Dansers in de hip-hop scene zijn inspiratiebronnen. Eigenlijk dansers over het algemeen. Zet een trommel voor me en ik ben helemaal blij. Geef me een pen en papier en ik ga mijn best doen. En het is gewoon, ik wil denk ik wat voor mensen kunnen betekenen en mensen kunnen helpen. We moesten laten horen door wie wij geïnspireerd waren en wat we zouden luisteren en wat we zelf maakten. En dus toen kwam die met van om alle krachten te bundelen eigenlijk. Dus dat iedereen nog wel in zijn eigen gevoel zit, maar dat we wel met z'n 3 iets maken. En ook omdat we zo hadden geformuleerd dat alle deelnemers hadden een leervraag. Dus iedereen kwam met een eigen leervraag binnen. En dat was sowieso een leervraag op persoonlijke ontwikkeling, op urban gebied. Maar ook, er zat ook een gedeelte empowerment bij. Vaak wordt er gevraagd wat we willen leren en dan gaan we daarop in. En het theatraal gedeelte komt vaak terug, omdat we gefocust zijn naar het eindstuk van Elevator. Dus dan
passen we het altijd meestal aan. Geven een soort theatrale tintje met alle oefeningen. Ik wilde heel graag het urban talent, zeg maar niet alleen op de straat, maar ook gewoon op het theater. Dus dat het echt kunst wordt. Dat was wel mijn doel, dus dat je echt gewoon met hiphop ook gewoon op het podium kan staan. En dat dan mensen gewoon van je, van je kunnen genieten. Ja, dat was wel een doel en ik denk ook wel dat dat gaat lukken. Ja, gewoon ervaring opdoen. Weer meer te leren en vrienden te maken en gewoon weer meer, nog meer in de theaterwereld te komen. Het combineren van dans naar theater, toneel. En hoe we dat eigenlijk uitbrengen en zo doop mogelijk, zo mooi mogelijk representeren naar Amersfoort. Zodat ze gewoon naar kunnen kijken van wauw, hebben ze een mooi stuk in elkaar gezet. Dat Amersfoort kan zeggen van kijk eens, nou, we zijn trots, dit is in Amersfoort gebeurd. Ja, jezelf leren performen op podium en ja, zelfverzekerder worden en ja, technieken. Een soort andere kant van mij naar buiten brengen, wat ik misschien niet heel vaak naar buiten breng. Die scheidheid, lef, dat is eigenlijk dat de next level kant, wat ik eigenlijk wil uitplooien. Ik krijg ook kansen van Elevator, dus inderdaad die spoken word ben ik heel dankbaar voor. En ik ben ook via Elevator met Rondje van de Stad in aanraking gekomen. Ze hebben mij gezet op Instagram. Dus ja, daar ben ik wel heel dankbaar voor. Want dat is wel waardoor nieuwe mensen je zien in plaats van je vrienden. En je vrienden vinden je altijd hard, want het zijn je vrienden. Maar ja, je moet andere mensen hebben. I can hear ya, what you say. Lately I've been working, tell them all I need my space. Yeah, yeah, keep my head down, I've been praying. Talk to God, tell me what I gotta say. Yeah, yeah, I can hear ya, what you say. Lately I've been working, tell them all I need my space. Yeah, yeah. Ik denk dat Elevator me wel veel dingen heeft geleerd over, ja, nog meer dingen over improvisatie. Betere plannen te maken. Doorzettingsvermogen, het vermogen om altijd te schrijven. Met z'n allen heel gezellig zijn en dat we gewoon elkaar heel erg helpen. In de zin van als de een een beetje is van ja, maar weet je wel, dat is awkward of zo. En de rest gaat er wel gewoon vol voor, dan trek je die persoon automatisch ook mee. En dat vind ik ook het fijne aan deze groep. Dat je ook naar elkaar moet kijken, want je kan altijd leren van een ander. En ja, de vibe daar is gewoon goed. Bijvoorbeeld het samenwerken in improvisatie, nou, dat is echt heel lastig, want je moet ja zeggen op wat anderen doen. Ook al ben je het er helemaal niet mee eens. En was het helemaal niet je plan en past het er helemaal niet bij. Je moet gewoon met de flow gaan. En zo kom je ook op de leukste dingen uit. En ik denk dat dat wel een van de dingen is die ik wel heb geleerd. Gewoon dingen loslaten en zien waar het eindigt. Technieken, dat leer je ook hier. Ja, jezelf performen. Het heeft mij gebracht om sneller in de zone te komen. Dus sneller in het niet nadenken gedeelte te komen en het gewoon het doen gedeelte. En het voelt heel anders. Tijd gaat sneller als je erin zit. En je komt ook met nieuwe movements, nieuwe dingen wat je nog nooit hebt gedaan. En als je eruit bent, dan is het van wauw man, dat is nice. Ten eerste ben ik in aanraking gekomen met andere artiesten. En dus dat samenwerken in de studio. Ja, dat geeft toch een andere vibe dan alleen op je zolderkamer zitten of met vrienden. Nou, de begeleiding die met mensen die eigenlijk veel verder al zijn. En dus hele waardevolle tips. Ja, ik denk doorzetten, dat doe je hier, dat leer je hier wel. Gedreven en hard werken ook. En dat kan je ook in je leven toepassen. Voor school of zo, dat je echt doorzet. En ja, dat leer je hier. Oh, you wanna know who I am? Oh, you wanna know me? Well, I'm the man that you knew. Now you know what it do. I'm a 94, baby. Swanky like a brand new Mercedes. And I'm dabbing down on my feet and my ride too clean. Wake up every morning and a lemon in my tea. Moral of the story is, you are you. And I am me. Just be. We hebben bepaalde expertise hierin opgedaan en bepaalde dingen meegemaakt die we graag willen delen met het veld. Om te kijken van hoe kunnen we dit soort vervolgtrajecten trajecten vormgeven. Omdat ik het heel belangrijk vind dat
zeker als het met publieksgeld wordt vormgegeven, dat dat ook iets is waarvan je een soort van kennis moet delen met het veld. Ik heb een hele mooie meet-up gehad met de wethouder, met Fatma. Dat waren de momenten waarbij je ook hoopte dat er mensen vanuit de gemeente zouden komen, omdat je dan gewoon kan laten zien van wat heb je gedaan met het traject. En dat was eigenlijk de insteek van die meet-up. Dus enerzijds was het ook om te inspireren en aan de andere kant gewoon letterlijk het mensen bij elkaar brengen van oké, we hebben dit nu gedaan. Hoe gaan we dit, als dit stopt, weer oppakken en weer verder opbouwen? Ja, dat samenkomen, dat vond ik ook echt super spannend. Want je bedenkt zoiets van tevoren van oké, dat gaan we dan allemaal bij elkaar brengen. En hoe gaat dat dan zijn? Wat mij heel dope lijkt is de drie disciplines, namelijk dans, theater en muziek, bij elkaar komen. En dat we die show gaan maken. En wij hebben met z'n allen zoiets van, hoe gaan we dat dan doen? We moesten laatst lachen, want misschien wordt het dan een soort musical. Maar zo gaan we het natuurlijk niet noemen, want dat is het helemaal niet. Maar wij weten niet wat voor een idee we erbij moeten hebben. Maar ik vind het wel een heel dope concept. Ik denk wel dat het moeilijk wordt, ja. Want iedereen heeft natuurlijk een ander soort ding waar die echt goed in is. En dan moet je dat samen voegen. Dat is wel lastig, denk ik. In het begin heb ik niet te hoge verwachtingen. Ik denk niet dat we in één keer een klik hebben en dat we in één keer door kunnen gaan. Dat we wel even moeten uitzoeken van waar we rekening mee moeten houden. Maar ik denk dat we uiteindelijk na een paar trainingen dat het wel gewoon zal gaan. Ik heb geen idee. Ik weet alleen dat José het gaat leiden, zeg maar. Hij gaat de regisseur worden. Maar voor de rest, het enige wat ik nog heb gehoord is dat dans heeft iets en muziek heeft iets. En dat wij het een beetje aan elkaar gaan plakken. Dat is wat ik nu weet. En we gaan er gewoon het beste van maken. En het gewoon gezellig hebben en leuk. En dan komt het wel goed, denk ik. Ja, het moment wat ik me echt goed kan herinneren is dat we op één dag kwamen we allemaal bij elkaar in de boerderij, in de grote zaal van Nieuwe Erven. En er werd een soort van aan elkaar getoond wat er al was gemaakt. En al die disciplines kwamen bij elkaar. En je voelde ook wel een soort spanning in die ruimte zelf. En ik was zo benieuwd van oké, wat gaat hier ontstaan vanuit deze ontmoeting? En het moment waarbij ik dacht van oké, het gaat goed komen, dat ik het ook een soort van los kon laten, was het moment dat Siske en Fabio, die hadden wat, en Bosse trouwens, die hadden een paar toffe tracks gemaakt. Zij zaten in de discipline muziek en zij zetten die tracks op. En instant gingen de mensen van de dans, die gingen daar op dansen. En toen ontstond er zoiets magisch, dat ik dacht van ja, dit is precies wat we willen hebben en wat het moet zijn. Dus toen dacht ik van oké, nu gaat het goed komen. Op tot laat in de sportschool en met dame, maar nog vaker maak ik plaatjes met de maat. Zodat wanneer ik thuis kom, ik kan praten tegen pa. Pa, luister wat ik heb gemaakt. De track moet nog gemixt, maar dit is het resultaat. En waar ik thuis kom, is misschien niet waar ik slaap. Mijn eigen huis is tof, maar de feeling niet als daar. Want thuis heb ik mijn hond, mijn familie en de straat. De visite van mama en de biscuitjes in de la. En liever ben ik daar, maar nog liever niet vanavond. Zie me naast een lyricale liedjes maken van mijn basisschool. Schrijven, bossen, Boston, Beach, Boss, live. Het wordt gevaarlijk, daarin begeleidend en heb haders in de kamer. Nog twee liedjes voor je maken, laat me. Nog één visie voor je klaren. Maak de beat nog ietsje meer dramatisch. Zodat wanneer ik thuis kom, ik ze trots kan maken. Laat me nog twee liedjes voor ze maken. Laat me nog één visie voor je klaren. Maak de beat nog ietsje meer dramatisch. Zodat wanneer ik thuis kom, ik ze trots kan maken. Het is nergens zoals thuis. En ook al ben ik onderweg, ik heb het altijd al gezegd. Het is nergens zoals thuis. Het is nergens zoals thuis. En ook al ben ik on the move, ik heb het altijd al gevoeld. Het is nergens zoals thuis. Het is nergens zoals thuis. En ook al ben ik onderweg, ik heb het altijd al gezegd. Nee, het is nergens zoals thuis. Het is nergens zoals thuis. En ook al ben ik on the move, ik heb het altijd al gevoeld. Het is nergens zoals thuis.
ben on my way. Hou van reizen en plaatsen bereiken. Route altijd anders dan verwacht, het maakt me wijzer. Maar wanneer ik terugkeer en rust heert, laat ik mijn tranen los. Taken achter de rug, weer back in Amersfoort. Heb roos in Utje. Ey, mijn naam gaat rond in Amsterdam, in Groningen en Tilly. Weten ze al van mijn masterplan, maar in mijn hometown ben ik op mijn best. Wat had je dan verwacht? Hoe stevig je band is, maakt niks uit, hier gaat je dak eraf. De term thuis hoort pas bij locaties achteraf. Home is healing in vorm van feeling van mijn hart op slag. Kan reminiscen op de start en lach van dag tot dag. Perspectief gegroeid uit wat ik toen in mijn gedachten had. Kennis in mijn knapsack, zakken vol met respect. Na al het werk wil ik thuis zitten met muziek en stashbacks. Wanneer ik focus op mijn papier ben ik advanced. En laat ik letters travelen in NL net als NS. Ik ken de mensen hier, bekende energy. Represent de streets, loop langs plekken die memories opwekken G. Vergeet momenten niet, deze pokoe brengt je thuis. Check de recipe, ik ken de mensen hier, bekende energy. Represent de streets, loop langs plekken die memories opwekken G. Vergeet momenten niet, deze pokoe brengt je thuis. Dus check de recipe. Het is nergens zoals thuis. En ook al ben ik onderweg, ik heb het altijd al gezegd. Het is nergens zoals thuis. Het is nergens zoals thuis. En ook al ben ik on the move, ik heb het altijd al gevoeld. Het is nergens zoals thuis. Het is nergens zoals thuis. En ook al ben ik onderweg, ik heb het altijd al gezegd. Nee, het is nergens zoals thuis. Het is nergens zoals thuis. En ook al ben ik on the move, ik heb het altijd al gevoeld. Het is nergens zoals thuis. Vriendschap een van de belangrijkste dingen is, gewoon in het leven, want zonder vriendschap of zonder ja, liefde voor elkaar, dan je kunt wel zelf een heel theaterstuk gaan houden, maar als er geen mensen achter zitten die je willen helpen en geen steun is, waarom zou je het dan nog doen en waarom zou je dan is het ook niet meer leuk. En als je het met mensen kunt delen, dat is toch het mooiste wat er is. Het tofste moment, ja, dat we denk ik met z'n allen bij elkaar kwamen, dat was wel echt heel tof. En dat we ook zeg maar, de mensen van muziek hun eigen liedje gingen laten horen en dat wij er dan op gingen dansen. Dat was wel echt vet. En ik denk dat dat wel het tofste moment was, ook met die hoodies en zo. Dat was wel leuk, ja. Ik denk voor nu de eerste keer in de studio. De vrienden die ik heb gemaakt, dat sowieso. Gewoon hoe mooi improvisatie kan zijn en hoe mooi de dingen zijn eigenlijk die je uit theater kunt halen. Gewoon de vriendschappen en gewoon de lol. En ik denk dat wat veel mensen vergeten is dat als je iets doet waar je echt van houdt, dan ga je al snel, het is je werk of het wordt iets wat je gewoon in een routine zit. En ik denk dat bij improvisatie zo mooi is en hier zo mooi is dat je gewoon erin wordt gegooid. We hadden hier onze shit op dit podium laten horen en voor Norman en voor Darin. Maar dus die dag, keer daarna, gingen we de studio en gingen we muziek maken. Maar dan ik, en ik geloof Siska en Bos, dat moet wel, ook, die denken toch van, hé, nu moet het uitkomen. We moeten nu iets maken, want nu gaan, of we gaan door de mand vallen, of wat dan ook. En toen maakte dus een pokoe, hij had nergens zoals thuis, met toch wel een krachtige boodschap. En we gingen naar buiten en we hadden dat even gedaan. En toen was het ook zo van, dit gaat wel werken, denk ik. Ik ben wie ik ben en daar ben ik gewoon blij mee. En ik heb mensen die het leuk vinden hoe ik ben. En
ik word gewaardeerd. En dat is toch het meeste waar je om kan vragen. Ik heb het altijd al gevoeld. Het is nergens zoals thuis.